De vakantie is aangebroken, dus de vakantieoorden in het district Para zullen weer extra druk bezocht worden. Het commissariaat van het district Para heeft inmiddels een ronde gedaan langs alle oorden ter goedkeuring om de veiligheid van bezoekers te garanderen. Het traject van de goedkeuring van een recreatieoord ziet er als volgt uit. Men dient een verzoek in op het commissariaat voor het exploiteren van een oord. Er wordt dan door het commissariaat een proces ingezet en van verschillende instanties die hun bevindingen moeten geven. En dat wordt op een checklist opgesteld door de commissaris zelf, ingevuld. En als bepaalde orde, nog wat moeten doen, krijgen ze een periode om dat nog in place te hebben. En dan als ze goed bevonden is, krijgen ze die goedkeuring. We werken met verschillende instanties, als ik dat mag doorgeven. Je hebt de belastingen, die let op de toegangskaarten. Of ze geperforeerd en gestempeld zijn met een stempel van belasting zelf. Je hebt het BOG, die let op de hygiënische situatie van bijvoorbeeld de toilettengroep. Is de septic tank goed, de drainering goed, EHBO-ruimte, hier is het volledig ingericht. Zijn er lifeguards? BOG let ook op. Zijn er tapkranen aanwezig? Want die mensen moeten hun handen niet in het water gaan wassen. Je hebt ook een instantie van de brandweer, de vertegenwoordigers van de brandweer, die letten op de brandveiligheid. Zijn er rookmelders in de overnachtingslocaties? Zijn er brandblussers? Zijn ze nog geldig? Of moeten ze herkeurd worden? Dat moet, ja. We hebben ook de politie, de defensie, die voor de orde en veiligheid eigenlijk met ons meekomt. Stichting Safety Para, die verhuurt lifeguards en de orde waar we zijn aangekomen. En we zien dat die bijvoorbeeld een lifeguard niet goed gecertificeerd is, raden we aan om meneer Pengel, die is voorzitter van die stichting, directe contacten, we halen iedereen uit het water en om direct een lifeguard in dienst te nemen. Als een recreatieoord wordt afgekeurd, worden er door ons bordjes met als opschrift gesloten geplaatst. Als het in het dorp valt, wordt er eerst contact gemaakt met de kapitein. En we vragen haar om zelf die borden te plaatsen. Eigenlijk vragen we die oordhouders om zelf bordjes te plaatsen bij orden die afgekeurd zijn door ons. Als ze niet horen, plaatsen we die bordjes zelf en we publiceren het. In de meeste gevallen als we het publiceren, dan gaan die mensen niet. Een goedkeuring is voor een jaar geldig. Ze krijgen een toestemming voor een jaar. Van het jaar hebben we 29 ingediend, waaronder 2 zijn afgekeurd. Ik wil de samenleving erop attenderen om eerder een goedgekeurde oord die door de commissariat te bezoeken dan een niet goedgekeurde oord. Want bij een goedgekeurde oord heb je lifeguards, je hebt regels die je ervan bewust maken van laat me op mijn kinderen letten, want we op ze plaatsen borden. Ouders letten op je kind, geen overmatig gebruik van alcohol. Dus die borden geven je een soort attentie, let erop. Dat ik eerder een goedgekeurde oord moet bezoeken. En ik wil ook de samenleving vragen om erop te letten dat er lifeguards aanwezig zijn. Als er geen lifeguards aanwezig zijn, laten ze direct contact maken met het commissariaat. En dat kunnen we inspelen. Want bij afwezigheid van een lifeguard kunnen er dingen gebeuren en we willen die dingen voorkomen. Mijn boodschap naar de oordhouder is dat ze zich houden aan de regels. We willen als prioriteit hebben we de veiligheid eigenlijk. Is belangrijk voor ons. En we willen niet dat dingen gebeuren in Para en ook buiten Para. En daarvoor wil ik ze erop attenderen dat ze zich houden aan de regels.
heb daar net een meeting gehad met de GPC van Para en met alle RC's die onder haar vallen. En samen met een afvaardiging van gewestelijke commandant, zuidelijke commandant van het Nationaal Leger. Om een plan van aanpak uiteen te zetten met betrekking tot de verkeersveiligheid en de drukte van de vakantie op de vakantieorde in het district Para. Het was een bevredigend gesprek, want ze hebben heel goed huiswerk gemaakt. Samen met onze dagelijkse managementteam van commissariaat Para hebben we van gedachten gewisseld. Zij hadden ook hun meningen en ze kennen de zweepslagen al, want deze drukte Para wordt steeds drukker en Para is een van onze drukste districten wanneer het gaat om vakantieorde en bezoeken. Ik ga niet alles zeggen natuurlijk, want wanneer je praat over orde, rust en veiligheid, kan je niet je hele plan blootleggen, want anders hoef je dan niet daaraan te beginnen. We hebben wel een samenwerking nu, dus in hun plan eigenlijk, met de militaire politie ook. En de verkeersveiligheid vooral wordt in acht genomen. De gezondheid van, of niet de gezondheid, maar de... Wanneer ik praat over... wanneer je gaat naar recreatieorde, gaat er wel rekening gehouden worden met het water en de voeding die aan de man gebracht wordt. Sommige mensen nemen ook hun eigen voeding mee. En we willen van deze plaats uit een beroep op de samenleving doen. Om vooral te kijken welke voedingsmiddelen die snel verzuren niet mee te nemen. Alleen om voedselvergiftiging tegen te gaan. Het is een heel mooi plan van aanpak. En ik denk dat als de samenleving gehoor geeft want BIC gaat later een bericht launchen waarop men moet letten. En we hebben vorige week, denk ik, is er al een lijst de ether ingegaan over de orde die goedgekeurd zijn. Let wel, goedgekeurd, niet gecertificeerd, waar men moet gaan. Dus graag dat men ook met onze lijst werkt, die we in de media hebben gegooid, dat men liever naar die orde gaat. Ik wil dan van deze plek ook bedanken Korps Politie Suriname, KBS, Nationaal Leger, RGD die stand-by gaat zijn in geval er iets gebeurt, dat ze gelijk kunnen ingrijpen. En bestuursdienst van het commissariaat, ze hebben Para, want ze hebben heel hard gewerkt de afgelopen maanden om de bevolking van Suriname een plezierige vakantie en ook een veilige vakantie te bieden. Dus als we allemaal rekening houden met de actoren waarover wij praten, waarover we het hebben gehad, dat we geen ongelukken zullen hebben deze vakantie. En dat we iedereen heel huids terug hebben op 1 oktober, zowel op school en aan het werk en terug naar het buitenland.